Hi allemaal, welkom bij een nieuwe video op het YouTube-account van de Hogeschool van Amsterdam. Vandaag ga ik jullie een paar bibliotheken laten zien van de Hogeschool van Amsterdam. En ik ga jullie vertellen wat er allemaal in de bibliotheken mogelijk is. Er zijn heel veel geheimen en mysteries waar jij ook niet van af weet. Want ik wist dat ook niet voordat ik dat vandaag heb uitgevonden. Okay, just kidding, maar vandaag ga ik jullie alles laten zien over de bibliotheken van de Hogeschool van Amsterdam. Daarom ook de vraag, wat zijn de geheimen van de bibliotheken van de HVA? Wat heeft de BIEB dan allemaal? Boeken. Of course heeft een bibliotheek boeken. Maar op de HVA zijn dit niet zomaar boeken. Het zijn vooral boeken waar je je kennis mee kan verrijken. Ook zijn de meeste boeken opleidingsgericht of verdiepend. Handig voor je minor of scriptie dus. Ook heb je natuurlijk andere dingen, zoals tijdschriften en archieven. Op Amfi heb je een hele voorraad liggen van ouderwetse tijdschriften van de jaren 60. Studieplekken en chillhoekjes. De BIEB zou de BIEB niet zijn zonder al die kunstige chillhoekjes. Maar er zijn natuurlijk ook normale studieplekken met stopcontact aanwezig. Koffie en snacks. Tijdens die belangrijke tentamens of scriptie kan je vast ook wel koffie en snacks gebruiken. Deze zijn op te vinden in alle bibliotheken. Stilteruimte en rustruimte. In de bibliotheken zijn ook stilteruimtes aanwezig. En op Wieboudhuis is zelfs een rustruimte. Hulp. De BIEB van de HVA biedt ook hulp aan. Er is op elke locatie een servicebalie aanwezig en je kan de bibliotheek met al je vragen appen. Bij de BIEB kun je ook trainingen volgen, namelijk scriptie delen, informatie delen en informatie superster worden. Ook kan je medewerkers vragen om hulp bij je onderzoek, zelf meer informatie vergaren of bij het maken van een vermelding. En verder kun je printen, kopiëren en documenten inscannen, gebruik maken van openbare computers, afgeschreven boeken kopen, laptops lenen, oldschool boeken en of dvd's lenen, reserveren en verlengen. Dit kan allemaal met je HVA pas als je student of medewerker bent en anders kun je een pas aanvragen. En je kunt gebruik maken van wifi. Locaties. Het is natuurlijk allemaal erg leuk en aardig dat je nu alle geheimen weet van de bibliotheken van de Hogeschool van Amsterdam. Maar waar kun je al deze bibliotheken vinden? Je vindt deze bibliotheken op deze locaties van de Hogeschool van Amsterdam. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je nu vaker naar de bibliotheek gaat op de HVA. En tot ziens!